Oh, absoluut. Ja hoor, ja. Geen enkel probleem. Ik vraag u dat omdat de Fietsersbond Almelo pleit voor maximum van 30 kilometer in de bebouwde kom. Wat vindt u van hun voorstel? Nou, in sommige gedeelten, echt in het hartje centrum, kan ik me voorstellen. Maar zeg maar de buitenste schil van Almelo, ja, als mensen zich aan de snelheid houden, geen probleem. En vindt u dat dan dat voor bepaalde gedeelten of wijken moet gelden, die maximumsnelheid? Ja, echt, echt het centrum, maar de rest dus niet. Ja en nee. We hebben tegenwoordig die snelle fietsen allemaal. Ja, en dat is natuurlijk vooral voor ouderen toch ook een probleem. Ze onderschatten vaak de snelheid. En, en dan gebeuren de ongelukken. Dus dan zegt u, voor e-bikers zou een maximumsnelheid van 30 kilometer wel goed zijn? Ja, je moet snel reageren. En als je wat ouder wordt, dan wordt je reactievermogen ook wat minder. Ja, maar je moet wel goed uitkijken. Maar ik vind dat op de doorgaande wegen vind ik het niet zo'n goed voorstel. Maar in principe in de wijken vind ik het een uitstekend voorstel, ja. Ik vind 30 kilometer vind ik meer voldoende. Want daar lopen veel mensen. Dus, en dan met de auto, dat kan helemaal niet. In feite kan dat niet, want in de stad kun je niet rijden. Op de F35 wel. Hier op de grote straat is het anders, maar dan zet ik mijn fiets altijd geparkeerd. Ja, ja. Mij lijkt 30 wel veiliger, maar... U vindt het wel veiliger? Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van, nou, die maatregel geldt niet voor mij als Klopt. Die wordt ingevoerd. Ja, ja. En wat doen we dan? Maar dat is net als hier op de markt, mag je niet fietsen, maar ze fietsen toch. Ja. Hier mag je ook niet fietsen, maar ze fietsen toch. En zeker met die snelle elektrische fietsen die je dus nu hebt, dan nee. Ja. Want daar schijnen wel veel ongelukken mee te gebeuren, hè? Met die e-bikes. Ja, dat is sommige mensen racen hier voorbij, hoor. Het is echt opletten geblazen. Op sommige stukken zou het goed zijn. Andere stukken zeg ik, nou, dat hoeft niet specifiek. Maar ik noem wat Nieuwstraat. Daar mag rustig 30 kilometer ingesteld worden. En ook verplicht. En controle. Ja, mensen moeten gewoon een beetje hun verstand gebruiken en aan de maatregelen houden. Ja. En hoe bereiken we dat met z'n allen? Dat mensen hun verstand iets meer gaan gebruiken? Weet ik niet. Nee, als iedereen een beetje normaal doet en zich aan de regels houdt, zich netjes gedraagt. Ja, dat is natuurlijk het grootste probleem, dat snap ik ook wel. Ja, maar ik denk wanneer mensen er eenmaal aan gewend zijn, dat het dan toch wel wat eenvoudiger gaat allemaal. Ja. Denkt u dat zo'n maximumsnelheid van 30 kilometer haalbaar is, uitvoerbaar? Ik denk dat het nog wel moeilijk wordt, die 30 kilometer. Er een hoop mensen daar niet mee eens zijn. De grote vraag is of zoiets gehandhaafd kan worden. Weet ik niet. U kijkt al heel bedenkelijk. Ik vind het ook bedenkelijk. Maar op zich het voorstel om in de Almelo niet harder te rijden dan 30 kilometer, dat vindt u een goed idee? Ja, net wat ik zeg, er zijn gewoon plekken, ja, daar is het gewoon verstandig. Ze moeten meer controleren op... De auto's. Als ik zie hoe bijvoorbeeld door de Nieuwstraat, waar ik nog wel eens een keer doorheen fiets, hoe daar gereden wordt, nou, dat is bij het ASO af. Dus 30 kilometer als maximum is leuk, maar het moet wel gecontroleerd worden. Sowieso. Zeker als je een dagje ouder wordt, hè? Ja, want sommigen die gaan echt zo snel, die racen mij op mijn e-bike nog voorbij. Maar de grote vraag is natuurlijk, wie gaat dat controleren en handhaven? Dat kan ik u geen antwoord op geven, helaas. Nee. Moeten we daar allemaal een politiepakje aantrekken? Misschien een blauwe pet op doen, ik weet het niet. Ja, die pet past iedereen natuurlijk. Daarom, ja. Maar op zich vindt u het een goed voorstel van de Fietsersbond? Ja, om dat helemaal aan te kunnen passen. Ja. Denkt u dat het doorgaat? Ik hoop het. 99% heb je van mij, dus die 1% mag je zelf invullen. Ja.